Mensen, dit is Bloksvaller terug van weg geweest en vandaag wil ik iets totaal anders doen. Ik zie altijd Feed the Beast afleveringen waarvan mensen denken van, what the fuck ben ik aan het doen? Dus vandaar ga ik daarmee beginnen. Deze tutorial ook wel is bedoeld voor mensen die totaal geen ervaring hebben met Feed the Beast. Dus als je denkt van, ah godverdomme, dit weet ik allemaal, dan moet je maar gewoon even wegklikken. Dat lijkt me een goed idee. Ik ga gewoon een aantal basics dingen uitleggen, machines, tools, dat soort dingen. En ik vandaag begin met de mod Industrial Craft. Met Industrial Craft zijn verschillende machines en tools die handig zijn voor het genereren van power en ores, outputs en dat soort dingen. Ik ga daar allemaal overheen. Ik ga dat allemaal bespreken. Als eerste wil ik bekijken een item dat heel erg handig is. Het heet de Project Table, zoals je hier kan zien. Wat de Project Table kan doen is, zolang er items hierin staan, kan je het item maken. Dus als je hier een recipe voor een Project Table is, dus 3 stone, 2 wooden planks, een crafting table en een chest. Hier heb ik ook nog de items die je nodig hebt om dat te maken. Dus je haalt er een uit en je kan dat blijven doen zolang je de items erin hebt staan. Heel vet. En wat je ook kan doen, laten we zeggen we maken een stone brick. Je hebt hier een blank plan. Als je die klikt en je hebt stone bricks, kan je hier zien, als je de plan erin doet, zie je de recipes voor de stone bricks. Hoe maak je een blank plan? Oh, frick. Eventjes de dag een beetje zo. Een blank plan is gewoon deze indigo flower die je rond kan vinden, zoals hier zo. Die zijn random gegenerated, ik heb ze niet neergezet ofzo. Indigo flower doe je erin, gewoon in de product table of in de crafting table, maakt niet uit. Krijg je een indigo die. Een indigo die met een paper is een blank plan. Die zijn handig voor project tables om plannen te maken, zoals dat soort dingen. Dus als je wil, kan je ook gewoon een nieuw plan maken voor bijvoorbeeld een crafting table. Oh. Even die stone, yep. Pak hier de blank plan. Stop je hem erin. Write je hem down. Heb je een crafting table plan. En als je dit erin doet, zie je de recipe voor de crafting table. Erg handig allemaal. Dus, je zal wel een keer aan het rondlopen zijn. Je denkt van, godverdomme, wat moet ik nu weer doen? Ik zie deze bomen staan. Denk je van, what the fuck moet ik ermee doen? Nou, je hebt in Industrial Craft, dat is de mod waarmee ik ga beginnen, een aantal dingen nodig, dat genaamd rubber. Je kan... 2 bomen kan je gebruiken om rubber te verzamelen, zeg maar. Dus deze boom en deze boom. Ik begin met deze boom. Dat ik even heel leuk op kan springen met mijn ozo-coole armor. Als je hem deze helemaal naar beneden... Holy mother. Dit item wat ik nu in mijn handen heb trouwens is best wel overpowered. Daar ga ik later pas mee verder als jullie meer willen zien ervan. Hier krijg je de rubber wood. Als je dit erin doet, krijg je gewoon jungle, wood, planks. Niet al te bijzonder. Maar dit is al wat interessanter. Dit heet rubber. Als je rubber smelt, kan je rubber bars maken. En die rubber bars, die heb je nodig in heel veel recipes van Industrial Craft. Even wachten tot die gemaakt is. Ja, heel fijn. Maar je kan ook ander soort rubber gebruiken. En dat zie je misschien, deze rubberbomen, die heb je dus, hebben ze een ding erbovenop, dat kan je herkennen. En het is meer geel, zeg maar. Als je kan zien, is het meer een soort geelachtige kleur. En als je deze bomen ziet, dan zie je af en toe wel zo'n heel mooi geel, raar dingetje erop zitten. Als je dat wil verzamelen, dan wordt het sticky resin. Dat heet het nu, sticky resin. Maar, daar heb je een bepaald item voor nodig, dat heet een tree tap. Je kan ook gewoon de tree omhakken. Maar het probleem is dan dat hij dus geen sticky resin meer generate. Of aanmaakt. Dus dan heb je een tree tap nodig. En zoals je hier kunt zien, kan je ook gewoon een plan voor maken. En zolang de items erin zitten, kan je gewoon tree taps blijven maken. Rechtermuisklik. En je krijgt de sticky resin. En jullie kunnen misschien een hele leuke helikopter horen nu. Maar als je ook dit sticky resin kookt, dan krijg je rubber. En rubber bar en rubber is allebei mogelijk om bepaalde recipes te maken in Industrial Craft. Dus dat is cool. En zoals je kunt zien is het gelijk in een chest gegaan. Oh, in ieder geval je krijgt een rubber door. Hij is nu best wel eruit geglitcht. Ik heb geen idee hoe dat komt, maar dat maakt niet uit. Het volgende item dat je nodig gaat hebben is Refined Iron. Zo ziet de rubber eruit trouwens. Ik weet niet hoe het... Als je sticky resin cookt, zou het er zo uit moeten zien. Geen idee waarom het eruit geglitcht is. En ik ben zo terug. Een of andere postbode wou mij onderbreken in mijn o zo mooie recording. Oké, je hebt dus ook refined iron heel veel nodig.
In Recipes for Industrial Craft. Refined iron maak je gewoon door iron te koken. Als je dit eruit haalt. Oh, het is dus helemaal niet gekookt. Dat is raar. Ik had dus te weinig kool. Dat is de reden waarom die geen rubber maakt. Of als je dat sticky resin koekt, dan krijg je die zwarte dingetjes. Zo maak je refined iron. Dan ga je veel nodig hebben later. Dus onthoud dat. Volgende recipe die je veel nodig gaat hebben in Industrial Craft om machines te maken is copper cables. Copper cables zijn heel veel nodig. Je kan er zelf ook dingen mee doen, zoals energie geleiden. Een bepaald soort energie. Daar ga ik zo allemaal over vertellen. Copper cables maak je dus met copper. Wat je dus maakt door dat sticky resin. Kijk hoor. Dit te verbranden wat je krijgt van de bomen dus. Met dit tree tap. En copper, dat is ook een heel ander item. Als je gaat minen, wat je eigenlijk gelijk zou moeten doen als je een onderkomen hebt gevonden. Kan je dit soort ore zien. Die vind je niet al te diep. Meestal vind je hem een beetje op de oppervlakte. En als je dat kookt, krijg je copper ingots. Dan kan je dus copper cables maken die handig zijn. Ook voor het geleiden van items, maar ook... of geleiden van items, geleiden van energie. Maar ook in het maken van machines. We gaan nu naar de volgende item toe. Wat je ook nodig hebt om het maken van energie. Of van machines. Is de RE battery. RE battery maak je gewoon met één copper cable. Daar hebben we net een recipe van gezien. Zoals je ziet heb je hem veel nodig. Ook niet alleen voor batteries, maar ook andere machines. En twee redstone en tin. Nou, tin vind je ook op het oppervlak, maar ook een stukje dieper. Niet helemaal aan diamond level, maar een stukje dieper. Zo ziet tin ore eruit, onthoud dat. Smelt dat en krijg tin ingots. Dit is een recipe van de RE battery. RE battery kan je opladen in een generator. Het is een generator. Maar als je eenmaal een battery vol zit met energie, kan je bijvoorbeeld in een ander apparaat doen wat dezelfde soort energie nodig heeft om dingen te te gebruiken om energie, zeg maar. Even kijken hoor, ik heb iets heel doms gedaan. Oké, dat was het dus. RE batteries zijn dus gewoon dingen die je nodig hebt om energie over te plaatsen naar andere machines. Het is niet zo moeilijk. Maar hoe laad je een RE battery op? Het eerste wat je nodig hebt is een generator. Dat is een van de basisstandaard machines die je nodig hebt in Industrial Craft. Best wel standaard eigenlijk. Zo maak je een, een generator. We zijn net over het recipe van de RE battery gegaan. En natuurlijk een gewone furnace. En dit machine block ding. Die heb je ook erg veel nodig in een recipe voor bepaalde machines. Een machine block maak je gewoon met 8 refined iron. En refined iron maak je dus gewoon met het koken van iron, wat ik net ook heb laten zien. Oké, wat je dus doet met een RE battery of met een generator. Je stopt er wat coal in en dan laat hij zichzelf op. Erg handig. Oh, onder zijn slot natuurlijk. Als je hier kan zien, laat het zichzelf op. En dit is de bar hoeveel energie die bevat op het moment, zeg maar. En als we eventjes die RE battery maken. Zo. En dat stoppen we in de generator. Zie je dat dit ding aan het opladen is? Very, very cool. En dat haal je eruit. Het bevat nu 3560, ik ben erg niet slim. EU. En EU is de soort power dat Industrial Craft geleid. Je hebt ook MJ, zeg maar, Minecraft Jewel staat het voor. Maar dat is weer voor een andere mod wat ik zo ga laten zien. En stel je wilt een electric furnace, dat is dus de furnace voor Industrial Craft. Je hebt ook iron furnace, maar dat kan geen energie gebruiken. En stel je hebt een electric furnace en je wilt met deze RE battery charcoal maken, stop je hem erin en het krijgt power. En dat draint natuurlijk wel aardig snel. Zoals je kunt zien, het zit nu pas op 2700 EU. En zoals je kan zien, als je deze battery oplaadt, kan je daarmee bepaalde machines opladen. En zoals als ik de battery weghaal, krijg ik natuurlijk geen energie meer. Dus dit dingetje gaat snel naar beneden, omdat het geen energie meer bevat. En dit ding zal niet meer werken. Cool. Wat je ook kan doen, is gewoon een generator naast de electric furnace. Ik zal even straks over de recipe gaan van de electric furnace. Gewoon een generator ernaast zetten. Fuel erin. En het zal gelijk fuel geven aan het machine daarnaast. Nou, ik had het dus net over copper cables. Met copper cables kan je dus energie, EU in dit geval, begeleiden. Als je daar... Oh god, heb ik nog kool? Ik neem aan van wel. Charcoal, kool, ja. Als je dus... je kan energie gelijk geleiden door iets naast een generator te zetten. What the fuck.
en met kopperkabels. Wat is energieglijder? Als je de machine niet er gelijk naast hebt staan, kan je energieglijden met kopperkabels. En zoals je ziet, de electrofurnace staat er niet naast, maar met de kopperkabels glijdt het. En dit ding krijgt ook gewoon power. Erg cool. En als je meer power in één bepaalde machine wilt geven, dan heb je natuurlijk meer generators nodig. Want één generator die geeft niet zo heel erg veel power. Ik denk nog niet eens 4 EU, zeg maar. Dus als je zeg maar, ik denk dat ze ieder 2 geven. Dus als je 4 keer 2 is natuurlijk 8. 8 EU per gaat dan naar één machine toe. Natuurlijk, als je 2 machines neerzet, dan wordt het gesplitst. Dan krijgt één machine 4 EU. Dat maakt sens, toch? Op zich wel. Dit is de recipe. Dit is de recipe voor de electric furnace. Het is gewoon iron furnace. Een iron furnace maak je gewoon met 8 iron ingot. Niet al te ingewikkeld. En deze electronic circuit. Dit ding ga je onwijs veel nodig hebben in bepaalde recipes van Industrial Craft. Onthoud dat, want dit ga je echt onwijs veel nodig hebben. Maak er desnoods een plan voor, weet je wel, die ik net heb laten zien. Die je maakt met indigo dye en een paper. En je hebt 6 copper cables en refined iron nodig. Daar heb ik ook net het recipe voor laten zien. En natuurlijk 2 redstone. En zoals je kan zien is het erg belangrijk dat je gaat minen. Ook naar redstone en gold ga je ook veel nodig hebben. Ik zal eventjes ochtend maken. Yep. Dus dat is de electric furnace die je kan gebruiken voor power. Onwijs vet. En je zal wel denken van, ah godverdomme, ik wil me verplaatsen. Nou, dat kan dus niet zomaar, want als je dit ding breekt met bijvoorbeeld dit ding, dan krijg je een machine block terug. En dat is niet al te handig, want die machine blocks die krijg je terug en dan kan je er dus niet echt veel meer mee doen. Nou, wat je dus nodig hebt is een wrench. En dat wordt gemaakt uit brons. Nou, brons is best wel, ik vind het altijd vervelend. Ik vind dat ze een nieuw recipe voor moeten maken. Maar je hebt heel erg veel koper ervoor nodig. Dus gewoon 1 tin en 3 koper ervoor. En dan krijg je 1 brons. Nou, je hebt dus, hoe heet het? Dit is de recipe voor de wrench, zeg maar. Als ik hem even pak. Dat is echt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brons. Dus dan ben je al aardig wat koper kwijt. Dat vind ik altijd erg vervelend. Omdat ik meestal dieper mine. Dus daar vind ik dan geen koper. Dus dat is erg vervelend. Maar als je dus shift ingedrukt houdt en recht klikt. De rechtermuisknop. Dan pik je gewoon de generator pak je op. Dat is belangrijk dat je dat onthoudt. Want anders dan krijg je alleen maar machine blocks terug en denk je, ah godverdomme. Dus ja, oké. Okay. Ik ga even over een aantal tools. Ik denk 2. 2 heb ik er neergezet. Dit is een log turner. Dit is onwijs handig in het decoreren van je huis. Of decoratie. Als je bijvoorbeeld, ik vond dat fucking irritant. Als je dan een log neerzet en dan staat hij onwijs fucking irritant. Dus dan denk je, ah godverdomme. Pak je hem op en dan zet je hem weer neer. Dan is hij weer irritant. Nou, met dit ding is gewoon heel makkelijk. Kan je hem gewoon op alle manieren draaien die je wilt. Onwijs cool. Dat vind ik echt onwijs handig. Daarom vind ik VitaBeast ook een stuk leuker als Minecraft. Dat is mijn mening dan. De volgende is een canvas bag. Een canvas bag is gewoon een extra inventory, zeg maar. Maar hoe maak je die canvas? Dit canvas. Nou, canvas maak je dus gewoon met 1 stick en 8 string eromheen. Dus je hebt aardig wat string nodig. Maar dat is niet echt een heel groot probleem. Dus dan maak je 1 canvas en 8 canvas. Als een furnace patroon, zeg maar. Maakt een canvas bag. Nou, ik had er al eentje hier zo. Maar ik ga hem wel even laten zien. Dit is een canvas bag. Het is gewoon extra inventory, zie je. Precies het aantal slots die je hier hebt. Onwijs handig. Ik maak hem altijd. Als ik genoeg string heb, natuurlijk. En nu gaan we naar een manier hoe je je ores kan verdubbelen. Ja, verdubbelen. Hoe vind je die? Dat is niet al te ingewikkeld. Het eerste wat je nodig hebt is een pulverizer. Wat een pulverizer doet, is een ore. Dus laten we zeggen een iron ore. Die heb ik niet op het moment bij me. Laat ik heel even snel cheaten. Iron ore. Gadverdamme. Iron ore. Stackje van iron ore. Geweldig. Ik had het beter moeten voorbereiden. Maar goed. Wat je nodig hebt. Dit is de recipe voor de pulverizer. Nou, je hebt dus gewoon 2 koper. Daar heb ik de ore van net laten zien. En 2 flint en een piston. Maar je hebt ook deze machine frame en de redstone reception coil. Nou, de machine frame maak je op een bepaalde manier. Dat maak je dus met 1 gold. 4 iron en 4 glass. Daarom is het onwijs belangrijk dat je snel dieper de mines in gaat om snel dingen te verzamelen. Zo maak je deze machine frame. En de reception coils ook met 1 gold en 2 redstone. Dus nogmaals, het is belangrijk dat je dieper naar beneden gaat. Anders dan lukt het niet echt. En zo heb je de recipe voor de pulverizer. Kan je ook een plan voor maken als je er echt heel veel wil maken. Nou, dan heb je hier een pulverizer. Holy shit. Ja, dat ziet er ingewikkeld uit inderdaad.
Ik zal even deze shit weghalen, juist. Dit is informatie, dit is tutorial, het is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Wat hier binnenkomt is het MJ, dat is hoeveel energie die binnenkrijgt. Ik heb je net ook al verteld dat er twee soorten zijn. EU van Industrial Craft en MJ van Buildcraft dan, in dit geval. Of nee. Een ander soort mod, ik weet de naam niet meer. Maar in ieder geval, dit is hun power source, dus Minecraft Jewels heet het. Maar hoe maak je Minecraft Jewels? Ja, dat is niet al te ingewikkeld. Je hebt gewoon een Stirling Engine nodig. Een Stirling Engine, dat maak je op deze manier. Dat is dus deze manier. Zo maak je een Stirling Engine. Maar je ziet hier dat je twee Stone Gears nodig hebt. Een Stone Gears maak je eerst met een Wooden Gear. Een Wooden Gear is gewoon vier sticks. En een Stone Gear is met koppelstone eromheen. En dat is dus een Stone Gear. Je hebt er twee van nodig. Dat maakt een Stirling Engine. Het is niet al te ingewikkeld. Je stopt coal in een Stirling Engine. En je geeft er een signaal aan dat hij moet werken met een lever of een redstone signal. Redstone torch. En je ziet hier dat de MJ aan het opbouwen is. En des te meer MJ je wil dat hij krijgt, zeg maar, des te meer Stirling Engines er tegenaan moet zetten. Dit kan ook met pipes, met pijpen, maar dat zal ik het zo laten zien. Wat de pulverizer doet, is dus een ore, één ore, als hij genoeg MJ krijgt, zal hij moeten gaan werken. Maar dat één ore maakt dus twee dust. Dus uit één ore maakt twee dust. Dat is niet al te ingewikkeld. Maar als je die twee dust, kan je ook weer cooken in een furnace of een ander soort furnace. En dat maakt dus twee iron. Dus wat je hiermee kan doen, is als je een iron ore erin doet. Hij is dus nu al aan het verwerken. Dan maakt het dus twee dust. Erg handig. En als je dus twee dust weer opkookt. Godverdomme. Ik ben echt niet zo altijd goed in Engels uitspraak. Maar maakt niet uit. Dan krijg je dus twee iron. Onwijs handig om dit te verdubbelen. Oké. Je krijgt dus af en toe ook een side iets. Dat heet nickel dust. Je hebt er niet zo heel veel aan. Je kan het later wel gebruiken, maar cook dit nog niet op, nickel dust, niet doen, want je hebt het echt nog later nodig. En zoals je kan zien heb ik uit één oor twee iron dust gekregen. Cool. Dat is de pulverizer, oké? Dus als jij, en nu ga ik naar de automatisering ervan toe, dat is niet al te moeilijk, je hebt alleen maar een powered furnace nodig. Dit is weer met een machine frame, redstone reception coil, twee copper, en dit keer met twee bricks en een redstone. Zie je, dat maakt een powered furnace. Dit werkt gewoon hetzelfde als een gewone furnace. Alleen je hebt geen kool ervoor nodig natuurlijk. Je hebt alleen wel kool voor dit ding. Maar als het energie heeft dan kan het dingen cooken. Zie je, niet al te ingewikkeld. Maar dit heb je nodig voor de automatisering van deze shit. Oké, laten we zeggen. Oh ja, nog even hoor. Als jij bijvoorbeeld met één Stirling Engine. Zal we even deze weghalen. Als je met één Stirling Engine twee machines wilt poweren. Dat is niet al te handig, though, maar stel je wilt dat. Je kan natuurlijk niet twee Stirling Engines, één Stirling Engine in twee machines stoppen. Dan heb je hier pipes. Wat je wel nodig hebt is een wooden conductive pipe. Dat is dus wooden conductive pipe maak je op deze manier. Je hebt eerst een transport pipe nodig. Dat is dus een wooden en een glass. En als je dan die wooden met één redstone, dan krijg je een wooden conductive. Als je een stone conductive alleen, als je dat doet, maak je een stone conductive. Dus gewoon twee stone en een glass. Als je dat met de redstone samenvoegt, krijg je een stone conductive. Niet al te ingewikkeld. Maar als je dat samenvoegt met een Stirling Engine, dan kan het geen power genereren naar de machines. Dus je hebt echt een wooden conductive pipe nodig om de power naar de machines toe te brengen. Wat wooden conductive pipes niet doen, is met elkaar connecten, zeg maar. Dus dat doen ze niet. Dat is het voordeel. Dus je kan niet met wooden conductive pipes alle pijpen aan elkaar maken. Dus je hebt stone conductive pipe nodig om er naartoe te brengen. Je kan ook gewoon wooden conductive pipe in één er naartoe brengen. Maar stel je hebt een muur ertussen, dan is dit makkelijker. Misschien al een beetje ingewikkeld. Het enige wat je moet weten is dat deze power genereren. Je hebt dit nodig om het er tegenaan te connecten. En deze kan je alleen voortzetten. Ja? Dus deze sluiten niet bij elkaar aan. Dus vandaar kan je hier niet een wooden conductive pipe doen, want het sluit niet bij elkaar aan. Dat maakt sens. Oké, dus deze pijpen. Dus je hebt conductive pipe nodig om power te genereren. Transport pipe is voor items. Dit is voor items.
Dus als je bijvoorbeeld kool wilt vervoeren, dan kan je dat door deze pijpen. Maar dat kom ik later pas in een andere episode. Stel, dit ding heeft al power, dat heb ik zelf gedaan. Stel je wilt gelijk dat dit ding dust maakt en dit ding gelijk 2 ingots. Nou, dan stop je dat dus gewoon heel simpel hierin. En des te meer power het heeft, des te sneller het gaat. Dat is ook handig. Nou, je ziet dat het niet hierin gegaan is. Oh, het gaat gelijk naar de powered furnace. En het maakt van de 2 dus 2 ingots. En zie, het zit in de chest. Ik had al 5 had ik al een test. Maar je ziet dat er 2 ingots in zitten van 1 dust. Dus je kan dit er gewoon in doen. En de engines aanzetten. En zo zie je dat hij gewoon bezig is. Met het verwerken van de iron ore. Sweet. En als je dus kan uitrekenen. Ik had dus net 62 iron ore. Daar krijg je dus 124 ingots van. Dus echt, ik raad je echt aan dit meteen te gaan doen. Als je de supplies ervoor hebt, want dat is onwijs handig. Net als hier heb je ook een soort van wrench nodig om het niet op te pakken. Je kan het wel oppakken, maar als je het wil... stom. Even kijken hoor. Ik hiel hem gewoon gelijk weg, niet al te handig. Ik zal even een recipe zoeken. Dit is de wrench voor deze mod, zeg maar. Het is 2 iron en een stone gear. Ik ben net over de stone gear heen gegaan. Als je bijvoorbeeld wilt draaien... waar heb ik hem nou? Oh god, hier. Als je bijvoorbeeld wilt draaien, dan kan dat gewoon met deze gear, met deze wrench. Dus niet de wrench van die industrial craft. Want dat heeft geen zin. Ik zal even het dag maken. Zo. Oké, dit is wel van de machines van deze keer. Als jullie meer daarvan willen zien, dan moet je dat maar zeggen. Maar ik ga nu over een paar tools en handige dingen en blocks en dat soort dingen. Dus dit zijn machines voor deze episode. Ik ga nu naar een aantal andere dingen wat ook handig is. Dit zijn de longfall boots. Dit is onwijs vet. Wat de longfall boots doet, is als je zeg maar van 1000 blokjes nog naar beneden springt, dan krijg je geen falling damage. En het is een beetje duur, ik weet het. Het is 2 diamonds, 3 iron ingot en een... Of 6 iron ingot en 1 obsidian. Dat maakt 1 longfall boot. Dus je hebt... Dus je kan het niet in 1 keer maken. Je hebt er 2 nodig. 2 longfall boots om de longfall boots in op zich te maken. Dus dan plaats je die naast elkaar en heb je de longfall boots. Erg handig. Je kan gewoon van 1000 blokjes naar beneden springen. Heb alsnog geen damage. Ik vind het altijd handig om in mijn bag te bewaren. Dus zolang ik het nodig had, haal ik het uit mijn bag. En stop ik ze aan. En dan kan ik gewoon weer verder gaan met het hele gebeuren. Ik ga nu naar een aantal decorative blocks. Je ziet nog wel als je in een cave bent. Wil je dit nog wel eens voorzien komen. Dat heet marble. En als je marble in een 2x2 gewoon stopt. Krijg je marble bricks. Het ziet er erg gaaf uit. Vind ik altijd voor decorative. Onwijs vet. Ik denk dat de meeste van jullie dit wel weten. Ik gebruik dit altijd wel voor decoration en dat soort dingen. Dat vind ik altijd cool. Mooie blocks om mee te spelen. als je nog wel eens bij een volcano komt, dan zie je dit nog wel staan. Dat is basalt. Maar in tegenstelling tot marble, krijg je niet de basalt terug, maar krijg je een soort van cobblestone vorm. Die heb ik, als je dus dit breekt, wacht even. Kijk, krijg je een soort van basalt cobblestone. Zie je? Dat is natuurlijk niet wat we willen, want we willen deze hele mooie brick. Nou, wat je dus eerst moet doen, is de basalt cobblestone kukken. En dan krijg je deze, gewoon de basalt weer terug die je zag toen bij de vulkanen. Als je dat in een 4x4 stopt, dan krijg je basalt bricks. Ziet er ook gaaf uit. Je kan het een beetje mengen met de marble bricks, maar ja, ik vind dat weer minder. Maar het is iets, het is iets. Dat zijn de basalt bricks. Leuk voor decoratie ook weer. En als je in de cave schiet, dan wil je dit ook nog wel eens tegenkomen. En dit is onwijs onhandig. je hebt het totaal niet nodig. Alleen voor een aantal leuke blocks. Maar die ga ik in de volgende episodes ga ik daar in verder. Maar je krijgt dus daar Xycorium uit. Dat is een beetje een moeilijke naam uit te spreken. Ik wist het hier zelf ook niet, maar met behulp van Scott weet ik hoe het uit kan spreken. Krijg je dit soort dingen. Uit de groene krijg je de groene, uit de rode krijg je de rode. En rode is best wel makkelijk. Maar voordat je er iets mee kan doen, moet je het wel cooken in een furnace. En als je dat gedaan hebt, dan krijg je deze. Dus dan light Xycorodite. Dus dat is dan de crystals zijn de Xycorium. En de bricks zijn de Xycorodite.
Maar we willen deze hele mooie decorative blocks. Nou, je hebt twee soorten decorative blocks als je de dingen opgekukt hebt, zeg maar. Dan kan je deze met stone bricks, je weet allemaal hoe je stone bricks moet maken. En dan de vier ingots, de xychoridite, in de hoeken. Dan krijg je deze hele mooie bricks. En dat kan je blijven doen, totdat je hele mooie bricks hebt. Sweet. Nou, je hebt dus de light one, de lichte. En de zwarte. Het is allemaal heel vet. Het glinstert ook heel erg mooi. Dat vind ik altijd wel mooi. Glinsteren, een soort van duister effect vind ik dat het hebben. Vooral de zwarte, maar die zie je amper. Dat is dan wel weer jammer. Zie je amper. Ja, valt op zich mee. Maar je hebt nog een andere decorative block. Dat is gewoon een 3x3. Die vind ik wel minder. Oh, ik heb te weinig van rood. Dat is een beetje stom. Nou, je snapt het idee. Zo zeggen, we willen een groene. Ah, kom op. Godverdomme. Ben ik zo stom geweest. Ik dacht een 9x9. In ieder geval. Je krijgt dan, hoe heet het? Deze soort bloks. Als je dit ernaast stopt, zie je het verschil. Dit is een beetje een brick vorm en dit heeft een meer hollow effect. Dat is wel leuk voor decoratie. Vooral als je later magie ingaat, daar kom ik later ook mee. Misschien is dat handiger als Scott dat doet, maar in ieder geval. Het is mooi voor decoratie in een magieke ruimte ofzo. Dat zijn de decorative blocks voor nu. Ik ga even naar het volgende item. Dit is de Minium Stone. Ik vind dit een van de chillste items in de hele game. De Minium Stone kan bijvoorbeeld van bepaalde items nog andere items maken. Laten we eerst even over de recipe gaan. Je heeft eerst een Inert Stone nodig. En dan met 4 iron, 1 ingot en 4 stone. Dan maakt de Inert Stone. En je hebt misschien ook wel gemerkt dat als je mobs killt, dat je soms Minium Shards krijgt. Dat zijn deze hele leuke hartjes. Als je er eenmaal 8 van hebt en je stopt ze rondom de Inert Stone die ik net heb laten zien, dan krijg je een Minium Stone. Dit ding is awesome, echt waar. Als je rechts onderin ziet, dan zie je een klein dingetje. En met G kan je switchen in welke blok. Als je bijvoorbeeld dirt neemt, dan kan je het in cobblestone veranderen met een rechtermuisklik. In zand. En in untilled. En dan weer cobblestone. Kloten, heel leuk. Maar dat is niet het enige wat je kan doen. Je kan het gewoon weer terug stoppen naar tilt. Als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, 4 iron neemt. Het is shapeless, dus je kan allerlei vormen mee doen. Ja, met 4 iron en 1 minium stone heb je een ender pearl. Dat is best wel awesome. En je ziet dat het best wel durability heeft, maar dat is niet een heel groot probleem. En wat ik helemaal awesome vind, als we nog wat iron nemen. Iron. En nog wat gold. Ja, dat maakt op zich niet zo uit. Nee. Als ik bijvoorbeeld met de hulp van de oh zo mooie crafting project table. Als je hier 8 iron stopt, krijg je bijvoorbeeld een gold. En met 4 gold, dus als we even doorgaan met craften van die gold. Met 4 gold, ja hoor, 1 diamond. Dus, je kan je eigen diamonds maken. Ja, dat item vind ik geweldig. Dat gebruik ik altijd. En je hebt ook een soort van recipe voor andere dingen. Ik weet ook dat je gravel kan maken en zo. Gravel. En ik kan ook even opzoeken. Even kijken hoor. Minium stone. Oh. Wacht even hoor. Ik denk dat je zo. En dan u. Ja. Moet even wachten. Want dit ding tript altijd bij mij als dat gebeurt. Je kan dus allerlei soorten dingen in andere dingen veranderen. Dat is onwijs vet. Kijk. Shapeless craft. Kijk. Hier heb je onwijs veel recipes. Dus 4 cobblestone is 1 flint. 1 flint is 4 cobblestone. Zie je? Allerlei soorten. Hier. Dat is ook handig. Ik vind dit altijd voor clay. Als je bijvoorbeeld heel veel sandstone hebt. Of heel veel flint. En je hebt clay nodig en je zit in een bepaalde biome waar je echt geen clay kan vinden, dan kan je dat makkelijk maken met de minium stone en flint. En sommige recipes, dat is best wel raar, dat werkt niet, zoals 2 wood. En dan kan je een obsidian maken, maar dat klopt volgens mij, want toen ik dat deed, dat werkte niet. Dus ja, en je hebt onwijs veel, kijk hier, en zelfs de blocks werken voor gold, kan je een diamond block maken. En zoals ik net over ben gegaan, is de 4 iron ingot maakt een ender pearl. Oh, en 1 enderpearl maakt 4 iron ingots. Dat is ook. Dus alles kan terug. En je kan zelfs bloemen maken, melons. Bepaalde saplings. Zie je, het is onwijs vet. Dat is
Het heet Equivalence Exchange. Dat zo heet de mod tenminste. Dat is echt onwijs cool. Dat is de Minium Stone. Maak hem alsjeblieft. Je hebt er wat aan. Geloof mij. Als je iets verder in de game bent. Tenminste, de recipe op zich is niet moeilijk. Maar dan kan je een armor stand maken. En dat is op echt onwijs handig. Ik gebruik hem zelf ook in mijn single player world. Een armor stand. Kan je dus gewoon de armor die je erop gezet hebt. Zoals diamond armor heb ik dus nu. En de quantum armor. Dat is wat geavanceerder. Dus kan je gewoon ruilen tussen je armor. Dat is onwijs vet. Dus nu heeft dit ding de quantum armor aan. En ik de diamond armor. En zo kan het gewoon weer terug. Dat is onwijs handig. Zo gebruik ik het tenminste altijd. Ik heb altijd een armor van steel en een armor van diamond. En dan de quantum armor in mijn basis. Dat is de armor stand. Onwijs handig. Nu wil je ook nog wel eens, als je aan het minen bent, vul je nog als ruby en green sapphire en sapphires vinden. Gewoon de blauwe sapphire. Wat ik altijd doe. Eén tip voor jullie. Gebruik alsjeblieft niet. Je hebt dan natuurlijk wel iron pickaxe nodig om dit te minen. Want je hebt geen. Met stone kan je dit niet minen. Maar zodra je deze dingen vindt, maak er tools van. Want iron heb je zoveel nodig. Je kan er tools mee maken. Oh. Je kan er zelfs een hoe mee maken. Je kan er een bouw mee maken. En dat kan met allemaal. Zoals je bijvoorbeeld een green sapphire soort wil. Cool, toch? Ja, inderdaad. Vond ik ook. Maar ik wil even het één recipe wil ik even laten zien. Dit is een ander soort tool. Dat heet de sickle. Als je die even maakt. En zoals je hier kunt zien, kan ik gewoon weer opnieuw maken. Omdat je de items ervoor hebt. Onwijs cool. Zo ziet het eruit. En zo heb ik hem in mijn hand. Als je bijvoorbeeld een seed wil, dan kan je dit gewoon doen. En dan kan je heel snel. Het haalt meer weg, zeg maar. Zie je? Dat is best wel logisch. Zoals je bone meal. Als ik nog een keer probeer om bone meal. En ik ben nu niet in cheat mode, right? Nope. Bone meal. Als je even heel veel dingen neerzet. En je wilt het eventjes snel doen. Dan kan je gewoon zo. En dan gaat het onwijs snel weg. Zie je hoe cool? Dat is de sikkel. Dat is cool, right? Vond ik ook. That's done. Oké. De volgende recipe. Een soort van handige tool. Wat ik altijd wel handig vind om dit gewoon in mijn bag te hebben. Dat heet de Athemy. Athemy, dat ding. Dus 1 zilver en 1 stick. Heel simpel. Maar wat doet het? Daar ga ik zo over beginnen. Dit is een zilver ore natuurlijk, die je ook wel eens gezien hebt als je aan het minen bent. Als je dit opkoopt, krijg je een zilver ingot. En 1 stick en 1 zilver ingot maakt de Athemy. Nou, als ik dus eventjes die Athemy pak. En ik spawn een Enderman. Enderman. Yep. Ik heb geen. Niet genoeg. Ja, dankjewel. En ik spawn een Enderman. Oh, wacht, ik sta op peaceful. Oh, wat stom. En ik spawn een Enderman. Dit ding kan hem met 2 klappen doodmaken. Ja, dat is handig. Dus als je bijvoorbeeld naar de end gaat, dan dat ding kan je gewoon. Echt ben je gewoon Enderman Slayer gewoon. En ik vind het altijd handig om mijn back te hebben. Net als die. Of de sickle of de Minium Stone. Dat soort dingen. En nu zijn er slimes, godverdomme. Dat vind ik altijd irritant. De creative mode zijn allemaal slimes. Fucking irritant. De volgende item. Dit is het einde van de basic, zeg maar. Je hebt de mini blocks mod. Mini block mod, zoiets was het. Je kan allerlei strips maken en dat soort dingen. En allerlei kleinere soorten waar je hele mooie decoraties mee kan maken. Maar wil je dat doen, heb je dus een diamond handshell nodig om dingen doormidden te zagen. Maakt op zich sens. Zie je? Een diamond handshell is best wel ingewikkeld. Om te maken, tenminste ingewikkeld. Het is wel duur. 3 sticks, 2 iron en 2 diamond. Maar je kan natuurlijk ook weer diamond maken met die minium stone. Dus ja, uiteindelijk heb je de recipes. Als je iron hebt, als je veel iron hebt, kan je gold en diamond maken. Dat is onwijs handig. En dit is ongeveer wel het einde van de basics. Willen jullie meer zien van VitaBeast basics? Of nog verder in de geavanceerde shit? Laat het dan horen, lijkt me erg leuk. Ik vond dit gewoon leuk als een leuke comeback. Voor mij, want ik ben aardig lang weg geweest. Door de proefwerkweek en ik heb niet zo goed gevoeld en zo. En ja, dat doet het eigenlijk voor Minecraft basics. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben, dat sowieso. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.